HDM is 10 jaar geleden de Youth Academy begonnen, omdat ze toch ook belangrijk vonden dat er meer maatschappelijke betrokkenheid bij de jeugd was. En toen zijn we begonnen om te kijken hoe we dat 1 in Den Haag wat activiteiten konden ontplooien. En 2 dat we kinderen naar het buitenland konden zenden voor ontwikkelingswerk al daar. En dat is vaak in weeshuizen wat we daar, waar we ze heen gestuurd hebben. Ik denk dat het heel goed is voor kinderen van die leeftijd om te zien wat er elders buiten ons welbedeelde landje afspeelt en ook om het groepsgevoel te creëren, want die kinderen gaan met z'n 3 of 4 gaan ze een avontuur aan en het is heel belangrijk om te zien ook hoe je daarop reageert. Die kinderen moeten gewoon reizen, want dat is het mooiste wat er is in het leven. Maar ze moeten tegelijkertijd eigenlijk ook een beetje uit hun comfortzone, want zeg nou zelf, ik bedoel, die kinderen komen allemaal uit een goed milieu en ja, dat vereist dus wat mentale kracht. Ik ga komend jaar met 3 anderen naar Brazilië voor een ontwikkelingsproject. Ik verwacht dat het wel hard werken wordt en dat het ook op een gegeven moment wel een beetje zwaar wordt. Omdat je dingen gaat missen in Nederland. Maar ik denk wel dat het zeker een hele mooie ervaring wordt. De kinderen moeten eigen fundraising doen voor hun reis- en verblijfskosten. Dus dan moet je ongeveer denken aan tussen de 1000 en 1200 euro. Die moeten ze door middel van diverse acties moeten ze binnenhalen. En meestal doen we 1 keer per jaar een fundraising diner. En daar proberen we dan geld voor de projecten binnen te halen. Ik ben in 2006 ben ik ook meegegaan met de Youth Academy. Ik vond het heel mooi om te zien dat je met hele kleine dingen die kinderen zo'n onbezorgde vakantie kan bezorgen. Dingen die voor ons heel normaal zijn, als lummelen of een bal overgooien, daar maak je die kinderen heel blij mee. Ja, je leert daar wel veel van. Niet echt aanwijsbaar, maar het is wel echt een ervaring die je meeneemt. Wij hebben leren zwemmen, wij hebben allemaal toernooien voor ze georganiseerd en we hebben ze gewoon geholpen om een leuke vakantie te hebben. Eerst hebben we kennismaking gehad. Dat was in de Ardennen. En verder hebben we teambuilding training gehad van Frank van der Laan. Ja, nou, het geitenpad is altijd, vind ik altijd, een soort hoogtepunt. En dan zou je zeggen, ja, waar gaat het over, het geitenpad? Nou, je moet je voorstellen, die geiten, dat zijn ook, ja, dat zijn de kuddedieren. En dat pad wat ze lopen, dat is eigenlijk misschien wel de routine die we in ons leven aangaan. En als je zo'n reisje gaat maken, dan zou je best momenten hebben dat je niet op je routine kan gaan, want je bent in een vreemd land, je bent met kinderen op stap die je ook niet van haven tot gort kent. Ja, en ik probeer ze eigenlijk een beetje te managen op hun overtuigingen en na te laten denken over, ja, hoe kijk ik nou eigenlijk naar de wereld en naar die ander? En ja, ik probeer ze eigenlijk van het geitenpad af te krijgen. Ja, ik ben nu 17 en als je op je 17e al naar een ontwikkelingshulp kan geven, heb je toch een mooie ervaring voor de rest van je leven. Voor HDM is het natuurlijk sowieso, en dat willen wij als commissie, dat je als verstokte HDM maar over 10 jaar aan de bar zit. En waarschijnlijk zitten we dan op het oude lullen gedeelte, maar dat dan die kinderen binnenkomen, die hebben dan gestudeerd en die zijn weer terug in Den Haag. En dat ze ons aankijken en dat er een fonkeling in hun ogen komt van, jeetje, het was toch maar weer HDM die mij deze prachtige ervaring heeft gegeven.